Skippy is een kindercentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Kan zijn dat ze een cognitieve achterstand hebben of motorisch. En sommige kinderen hebben zowel cognitief als motorisch een ontwikkelingsachterstand. Er wordt opvang geboden en naast dat ze worden begeleid op de groepen, lopen daar behandelaren rond, zodat ze tijdens hun opvang ook behandeling kunnen ontvangen. We hebben eigenlijk alle expertise in huis. En voorheen konden wij dat eigenlijk heel makkelijk inzetten. Ja, we zien in de zorg is dat de gap tussen de zorgvraag en het zorgaanbod eigenlijk steeds groter wordt. En ik zie dat als onze maatschappelijke opgave. Kunnen we het op een nieuwe manier anders organiseren waarbij we toch de goede zorg blijven verlenen. Vanuit de werkgroep zijn 3 pilots gekomen. Pilot 1 is de observatiegroep, pilot 2 is het modulair werken en pilot 3 is het betrekken van de eerste lijnspraktijk naar Skippy toe. Het is eigenlijk een nieuwe manier van werken die is opgezet. En dat houdt eigenlijk in dat in de eerste 6 maanden dat een kind op een groep hier is, dat het door alle expertises wordt gezien. Ik denk dat het heel mooi is dat je op deze manier een heel mooi algemeen beeld krijgt van een kind. En dat wat meeste prioriteit heeft als eerste te gaan aanpakken. Ja, we moesten anders gaan werken en ik heb modules geschreven. Dat is eigenlijk ergotherapie op de groep, maar dan gegeven door begeleiders. Voorheen was het misschien zo dat een kindje individueel een half uurtje per week aan de slag ging met een bepaald thema. En nu, doordat wij getraind worden om te werken met die thema's, kunnen we dat dus dagelijks inzetten. En dat is denk ik waar de kinderen het meeste baat bij hebben. Wat denk ik het allerbelangrijkste is dat de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja, wij declareren vanuit de eerste lijn direct bij een zorgverzekeraar en dat betekent eigenlijk dat het kostenplaatje buiten Skippy omgaat. Het was best moeilijk om te zien toen de eerste lijn praktijk hier begon. Om te zien dat hun kindjes meenamen die ik anders altijd kon behandelen. Het allerleukste is natuurlijk als je ziet dat de kinderen daadwerkelijk ook vooruit gaan. Wat dat betreft is hier natuurlijk een hele hoop kennis. En is het voor ons weer heel mooi en makkelijk om dat mee te nemen in onze behandelingen. Ja, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. We willen het beste voor die kinderen. En de kinderen worden nu gewoon weer gezien. Ik vond het eigenlijk fantastisch dat ik vanaf de werkvloer mijn verhaal kon vertellen en kon meedenken in wat oplossingen zouden kunnen zijn. Het mooie is dat we eigenlijk het hele pakket van zorg blijven bieden en binnen de financiële kaders die we hebben. Dus zinnig, zuinig en optimale zorg. Het schrijven van de modules vond ik zelf heel erg inspirerend, omdat je leert andere mensen om een klein stukje van je werk ook te kunnen doen. Maar vooral wat ik heel erg heb gezien is dat de kinderen dus meer vaardigheden leren en zich dus meer ontwikkelen. Dat vind ik vooral heel waardevol.